Ja, alle mensen zitten klaar zoals je ziet achter ons. We hebben wat taken verdeeld. Het spannende is, we doen twee landen tegelijk. Hè. Wij tellen hier het belverkeer en het sms-verkeer van zowel België als Nederland. Dus iedereen volgt zijn eigen taken en kijkt goed naar het systeem of alles netjes verloopt. En zodra het voting window gesloten is, het voting window is het kwartier waarin gestemd kan worden, tellen we heel snel alle stemmen op en geven we door aan het centrale verzamelpunt in Europa. We zijn als CM al zo'n 16 jaar natuurlijk bezig met sms'jes verwerken en versturen. We doen het over de hele wereld. En uiteindelijk bouw je daar toch wel een naam op in die sector. Er komt best wel bij kijken. Kijk, de uitdaging is dat het allemaal in dat kwartier moet. En dan moet je toch wel die systemen hebben en backup systemen hebben om dat allemaal erin te kunnen krijgen. En dat zijn uiteindelijk niet veel partijen die dat kunnen bieden. En dat specialisme zit hier bij ons in Breda.